Hoi, daar ben ik weer in het nieuwe jaar 2024. Ik mag nog steeds iedereen een heel fijn nieuw jaar wensen. Dat doe ik dan bij deze. Iedereen een goed nieuw jaar gewenst, vol met creativiteit, vol met vezeltjes, wolletjes, draadjes, noem het maar op. Als je maar heel veel plezier in hebt wat je doet. En dat gaat vast en zeker lukken. Ik heb geen goede voornemens, zeg ik altijd. Dat doe ik ook niet echt aan. Het enige wat ik wel zeg is dat ik geen goede voornemens heb. Dat is een voornemen. Wat ik wel heb, zijn plannen. En ik wil eerst even laten zien wat ik afgelopen jaar allemaal gemaakt heb. Dat komt nu voorbij. Natuurlijk best wel heel veel. Ach, en ik denk dat er zelfs nog wel meer dingen waren die ik gemaakt heb, maar die ik nu even niet zo uit mijn hoofd weet of waar ik misschien zelfs vergeten ben foto's van te maken. En dat is ook niet zo heel erg. Ik wil eerst eventjes zeggen, me even voorstellen, want voor de mensen die nieuw zijn of mij of nog niet alle vlogs of niet geen enkele vlog hebben gekeken, ik ben Liane. Ik ben moeder van 2 kinderen en moeder van 2 bonuskinderen. Samen met mijn man Jan woon ik in Enschede met onze 2 hondjes Border Terriers. Teefje Reisa van 11 en Reu Marley van 5,5. Wat doe ik zoal? Ik brei, ik naai, ik spin, ik verf garend, ik plotter. Wat doe ik eigenlijk niet? Er zijn heel veel dingen die ik leuk vind, maar ook niet allemaal kan. En dat geeft ook niks, want er blijft genoeg over om wel te kunnen doen. Jullie hebben natuurlijk gezien wat ik allemaal afgelopen jaar gedaan heb. En ik wil nog even terugkomen hierop. Dit is de
Fiber Girl sjaal. Wij hadden van de, met lieve Claudia en Caroline hadden we een sjaalmaal afgelopen jaar. Die is nu net een paar dagen afgelopen. Als jullie dit kijken is het 4 januari en einde van het jaar, afgelopen jaar liep deze mal af. Ik vind hem zelf heel mooi geworden. Ik heb hem al geblokt, min of meer is nog heel iets vochtig, dus ik leg hem zo meteen, leg ik hem weer terug. Even kijken eens wat te zien, hè. Leg ik hem weer terug op de plek waar hij net vandaan kwam. Hij is nog niet helemaal droog, bijna. Want ik heb er wel een liefhebber voor. Dus die gaat mee op reis strakjes. Voor wat betreft de Fiber Girls, we zijn natuurlijk met iets bezig. Dat hebben jullie allemaal al wel kunnen horen en zien. De afgelopen tijd, zowel bij Claudia als bij Caroline. We zijn nog in onderhandeling met iemand die voor ons wat moois gaat bedenken. En wat we dan samen gaan maken. En we gaan haken dit keer. Het is voor mij ook nog een verrassing wat het precies gaat worden. Ja, ik weet wel wat het gaat worden, maar hoe het eruit gaat zien en welke gaven er gebruikt worden of als advies gegeven worden, dat zien we allemaal nog. Het zit in de pen, om zo maar te zeggen. Dus hou ons alle drie, of één van ons, of in elk geval onze groep Fiber Girls op Facebook in de gaten. Op Instagram zullen we er ook vast nog wel iets van loslaten waarschijnlijk, maar en ons kanaal waarschijnlijk ook. Dus hou het gewoon in de gaten, zou ik zeggen. Dan komt het vast goed. Ik heb even een heel klein lijstje gemaakt met wat ik eigenlijk in 2024 dit jaar dus wil gaan maken. Oh, jullie hebben waarschijnlijk mij niet echt in beeld gezien de afgelopen vlogjes voor Vlogmas. Maar zoals jullie zien heb ik golven in mijn haar. De bedoeling was echt krullen. Dat is het helaas niet echt geworden, maar dat wordt nog aan gewerkt, zeg maar. Ik vind het leuk staan, het zit lekker, het is makkelijk in onderhoud en makkelijker als kort haar of stijl haar. Dat moest ik elke dag met de föhn bij en eigenlijk was ik dat een beetje zat. Ik hou ervan als mijn haar goed zit en dat ik er zo min mogelijk aan hoef te doen eigenlijk. Het is fijnst. En ik heb hier in mijn handen, ik heb de camera nu even wat hoger staan. Dus ik moet ook omhoog kijken. Dus even wennen. Maar ik heb op de pennen staan de Knit Along van Edna. De Julfanten Wantenkal. Ik heb volgens mij niet een foto zo even bij de hand. Maar elk jaar organiseren ze dat. Meestal dat je voor de kerst een nieuwe wanten hebt. Maar omdat ik met allerlei andere projecten bezig was en die echt eerst af wilde maken om mij hierop te kunnen storten, heb ik bedacht dat ik daar nu mee aan de gang kon gaan. Het eerste opzetje heb ik klaar. Ik zal hem even dichterbij houden. En Claudia is de gelukkige die de wanten, als ze straks af zijn, krijgt. Want het is, ja, ik weet niet of het goed te zien is. Het is donkergroen, dennengroen is het. En dan met ecru erbij. Nou, is dat hartstikke leuk. Zo, ik zal even de bol erbij pakken. Beetje moeilijk te zien. Maar ik heb ze dus in mijn zelfgemaakte garenmouwtjes. Met een mooie glitterbloem erop. En dit is dus waar ik nu eigenlijk net aan begonnen ben. Gewoon hartstikke leuk. En daarnaast heb ik afgelopen weekend rond de feestdagen heb ik geborduurd. En dat is dit eentje geworden. Ik kan alleen niet zien of ik hem nou goed in beeld heb. Ja, kijk, schattig hè. Heb ik samen met Roos ben ik daarmee aan de gang gegaan. Roos was hier een paar dagen. Daar voeg ik nu even een stukje filmpje van in. Je filmt. We gaan beginnen. Ja, je mag praten, want ik haal toch het geluid weg. Thank you.
En even kijken hoor, kan dit laten zien. Dit is het dus. Het is een patroon van La Selva Design. Heb ik via Etsy gekocht. Ik vond het zo schattig. Gewoon leuk, twee leuke eentjes. De ene heb ik dus al klaar. De andere ben ik net mee begonnen. Maar het is gewoon een heel lekker zen werkje, zeg maar. Ik heb trouwens het borduurstramien heb ik zelf blauw geverfd. Omdat ik het wel leuk vond als achtergrond. Dus vandaar dat ik het blauw is. En nou ja, zo nu en dan wil ik daar een paar steekjes aan zetten. En nou ben ik ook nog wat vergeten. Dus ik zet hem nu even stop en ga even halen. Oeps, daar ben ik weer. Ik moest even naar beneden rennen. Ik was vorig jaar, echt een jaar geleden alweer, was ik begonnen aan de leftover kool. Kool. Van kool, hoe het ook noemen moet. Van al mijn adventswap garentjes. En ik heb hem veel te weinig liefde gegeven afgelopen jaar. Dus daar gaat verandering in komen. Deze gaat, ik weet niet of deze dit jaar afkomt. Buiten adem. Maar ik heb de intentie om elke dag sowieso twee toertjes te breien. En dit is de eerste bol. Ik zie het zelf niet goed. Ik hoop dat jullie het wel zien. En zwart merino erbij. Als tegenkleur. En daar heb ik nu eventjes elke dag even twee toertjes aandacht voor. Of meer. Dat hangt er vanaf hoeveel zin ik heb om eraan te breien, zeg maar. En dan komen we op het volgende. Ik had volgens mij ook wel verteld dat ik... Die kikker die op het moment heel veel gebreid wordt en heel veel gezien wordt en ook heel veel verkocht wordt. Om die met dikke garen te gaan breien. Nou had ik volgens mij in een van mijn laatste vlogs een unboxing gedaan van Edna. En daar zaten dus deze twee onder andere in. De sokgaren. Die zijn zelf super leuk. En ik denk dat ik hier... De kikker van gaan maken. Ik heb nog meer van deze bollen hoor. Dus ik kan er zelfs nog sokken van maken. En dat zit in de planning voor komend jaar. Ik heb gewoon een soort lijstje gemaakt van nou wat wil ik doen. En uiteraard natuurlijk ook de haakkal van de Fiber Girls uiteraard. Maar toen bedacht ik me ineens. En wat heel leuk was. Ik volg ook Ineke van Lunaster Knit. En die gaat ook een soort sock along doen. De seasonal sokkelong, of als ik het goed heb, noemt ze het zo. Als het niet goed is, dan zie je dat nog waarschijnlijk in beeld. Maar dat is ook met die keegaren. En ik heb deze heb ik al heel lang in huis. Ik denk wel een jaar of drie inmiddels. En daar heb ik dus eigenlijk nog niet echt een bestemming voor. Dit is volgens mij wel, volgens mij is het die ja, 4, 5, dat is wel goed. Maar deze... Vind ik er wel heel leuk. Dit heb ik dus nog over van de sjaal. Dat ik die met elkaar ga combineren. Die kleur komt erin voor. Dus dat ik hier de tenen, de boorden en de hiel mee ga doen. Dus ik weet nog niet of het dit gaat worden. Of dat het dit gaat worden. Daar ben ik nog even niet over uit. Maar Ineke, ik doe mee hoor. Zeker weten. Ook al is die van been naar teen. Ja, dat is voor mij altijd wat lastiger. Omdat ik... andersom fijner vindt breien. En misschien dat ik dan toch wel... alsnog misschien ook wel andersom ga breien hoor. Ik weet niet. Ik moet er nog even over nadenken. Maar ik ga ze wel maken. Want het patroon heb ik al uitgeprint zelfs. Dus Ineke bij deze... I'm in. Want sokken breien... Ik heb altijd sokken op de pen staan. Wat heb ik er nog meer over? Ja, verder eigenlijk heb ik helemaal niks meer. Ja, toch wel. Dan moet ik even gaan staan. En dan denk je dat je alles hebt, hè? Dat je alles klaar hebt liggen. Maar dan is dat dus toch niet zo. Het ligt wel bovenop in mijn garenbak. Ik heb afgelopen jaar bij Jouren onder de Wol, heb ik bij Linda van Wol Hobby deze drie mooie strengen gekocht. Zie jullie hem?
beetje tielkleurig, beetje zeegroen, zeegroenblauw. Ze matchen heel mooi met de kleur van mijn ogen. Dat is eigenlijk mijn opzet. En ik wist dat ook iemand die ik daar vorig jaar tegenkwam en ook al een keer op een Brighty heb gezien, volgens mij Cynthia. Ik weet even je achternaam niet meer, sorry als je kijkt. Dankzij jou heb ik toch verzonnen dat ik deze ga maken. De Summer Sorrel. Ik vind het zo'n leuk shirtje. Ik vind die kleur ook heel leuk. Maar ik ga hem dus in dat zeeblauw groen ga ik hem maken. En zodra ik de wanten af heb, ga ik hiermee starten. Want dit heb ik al, nou ja, is al bijna, nou sowieso al drie kwart jaar in huis liggen. Want volgens mij was dat in mei, als ik me niet vergis, de, hoe heet die ook alweer? De Jouwer onder de wol. En, over Jouwer onder de wol gesproken. Deze ga ik dus maken. Hè. Dit is de volgende die ik opzet voor de, naar de wand en kal. En Jouwer, ja, dat was heel leuk vorig jaar. Ik heb er heel veel plezier gehad samen met mijn jeugdvriendin Annemarie. Zij stond er voor de weefkring. En ik had mijn projecttassen bij me, die ik, buidels bij me, die ik hier nog mooi als voorraad in een doos heb staan. En eigenlijk beviel het ons wel heel goed. Dus we hebben nou waarschijnlijk bedacht dat we volgend jaar een grotere kraam gaan huren. Of in elk geval, zodat ik meer ruimte heb voor mijn tasjes, om ze uitgebreid te laten zien. Want ik had ze hangen en dat is op zich wel heel leuk. Maar ik denk dat het mooier is op een kraam om gewoon al die tasjes te vullen. Ja, desnoods met krantenpapier of weet ik veel wat. Zodat ze mooier zichtbaar zijn en dus ook wat makkelijker verkopen. Dus dat is even... Dat is een ding wat we komend jaar gaan doen. Ik ga zelf op die, samen met haar, met die vriendin van mij, op jouw onder de wol staan. Ik hoop jullie daar misschien ook nog tegen te komen, wie weet. En voor wat betreft de beurzen, ja, ik vind het heel moeilijk altijd hoor. Er zijn zoveel leuke beurzen, hè. Dat is het probleem of probleem, dat vind ik lastig. En aangezien ze niet meer in Zwolle zijn, jammer genoeg, de IJsselhallen die gaan binnenkort plat. Ik weet in elk geval dat de handwerkbus is nu al heel gauw. Dat is mij dus in het weekend dat mijn moeder jarig is, dus dat ga ik sowieso niet. Dus voor mij valt de handwerkbus al af. En ik moet ook zeggen dat ik, als ik kies tussen een handwerkbeurs of de breidagen, gaat mijn voorkeur echt wel uit naar de breidagen. Maar die is dit jaar in Nijkerk. Dus Linda, voor jou een thuiswedstrijd. Hartstikke leuk. Ik ga sowieso. Waarschijnlijk met de trein, denk ik. Ik weet het nog niet. Maar dat wil ik sowieso. Ik ga naar de breidagen. Ik ga naar Jouwer onder de wol. En ik... even denken hoor. Er was nog één. Ja, Jouwer... Wordt erg gek. Net schoot het nog in mijn hoofd en nu weet ik het niet meer. Ja, heel leuk. De breidagen. Jouwer onder de wol. En er is nog één. Nou, is toch ook wat. Kan ik er niet meer op komen? Ik weet nog niet of ik naar de Crea Weekend in Hardenberg ga. Want wij zouden... als Fiber Girls was eigenlijk het idee dat we daar met z'n drieën weer naartoe zouden gaan. Omdat dat hadden we al plan. Maar we hebben eigenlijk nog niks gehoord van de organisator ervan. Dus we wachten het nog heel even af. Maar ik ben bang dat mochten we niet de uitnodiging krijgen dat wij... dan ook niet gaan. Ik tenminste dan niet. Ook al is het voor mij dichtbij. Het is twee keer in het jaar. Het is in maart en in oktober. Nou, misschien dat ik in oktober ga. Maar dat weet ik dus nog niet. Maar goed. Ja, de breidagen dus. En oh, ik vind het echt zo irritant dat ik het even niet weet. Naar welke ik nog meer heen wilde. Niet zo heel veel meer. Oh ja, nou weet ik het weer. Weversmarkt in Hoorn. Ik heb al afgesproken met mijn vriendin Annemarie in Workum. Dat ik de dag daarvoor naar haar toe kom. En dat we dan samen naar Hoorn gaan. Het leek me hartstikke leuk. En ik ben daar ook nog nooit geweest. Dus, en ik heb daar leuke verhalen, goede verhalen over gehoord. En nou ja, dat zijn eigenlijk de enige vier. Dus Jouwer onder de wol. De breidagen.
De weversmarkt. En dat was het denk ik wel. Creadoe, daar zie je mij niet meer hoor. Dat is niet mijn ding. Dus ik denk dat het bij deze drie blijft. En natuurlijk gaan Claudia, Caroline en ik ook nog een weekendje met z'n drieën weg. En dat hoeft niet per se aan een beurs gekoppeld te zitten. Want het is eigenlijk ook wel leuk. We hebben het op zich afgelopen jaar heel leuk gehad op de beurs. Maar het was toch niet helemaal wat we ervan hadden gehoopt. Gewoon puur eigenlijk ook omdat het heel veel andere dingen zijn dan alleen maar draadjes. Dus ik had al behoorlijk wat mensen ook al laten weten van... Goh, hè, ook in die dag is wel goh, leuk als je daar ook zou kunnen staan. Die ik aangesproken heb op de breidagen, zeg maar. Maar ja, weet je... als je iets in je planning hebt van wat je wil gaan doen... Als indie dyer dan, kan ik me voorstellen, of als je echt iets verkoopt, als je met eigen kraam komt, kan ik me voorstellen dat je denkt van, goh, ja, één dag is mij te veel. Of is eigenlijk te weinig en drie dagen is misschien weer, wordt misschien weer te kostbaar. Ja, dat mensen op een gegeven moment toch gaan denken van, ja, zullen we dat nog wel gaan doen dan? Hè? Kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik hou het niet te lang en ik kan er heel eind over uitbreiden. Ga ik niet doen. Maar dit zijn in elk geval de beurzen waar ik naartoe ga. En misschien dat er ook nog wel een keer een... Want daar zit ik wel aan te denken. Dat is zo'n Knit in Public Day. Meestal in de zomer. En ik zit te denken om dat hier in Enschede in het Woldrikpark te gaan doen. Dat lijkt me heel leuk. Maar dat is alleen nog een idee. Zijn er mensen die hier uit de omgeving komen en het leuk lijken om daar ook aan mee te doen en naartoe te komen? Laat hem even weten, want dan kunnen we misschien met vereende krachten het voor elkaar krijgen. Want iets alleen organiseren, ik kan heel goed organiseren en plannen, maar ik vind het altijd leuker om met meerdere te doen. Dus ja, dat dus. En volgens mij ben ik zo'n beetje klaar met wat ik wilde vertellen. Oh nee, zoals jullie hebben gezien... of ik laat het dus nu zien. Hoi, ik kom nog eventjes wat zeggen. Jullie hebben natuurlijk in mijn adventvlogjes kunnen zien dat ik heel druk bezig was met allemaal knoopjes en draadjes en stofjes. En dat plan heb ik opzij geschoven, want ik ga het anders doen. Ik ga nu een stuk stof doorrijgen met sterk garen. Ik heb nog best wel een stuk liggen wat ik moet doen. Ik heb hier al een baan gedaan. En hier ben ik met een volgende baan bezig. En ik ga hem helemaal verder zo doen. En jullie zien straks wat ik er verder mee ga doen. En ik ga dit ondertussen even filmen.
Even ombinden allemaal. Dus ga ik zo meteen weer verder filmen. Zo, ja, jullie hebben een heel mooi uitzicht nu op mijn wasmachine. En daar is niks mis mee. Want ik ga even de lap die ik geverfd heb vandaag, ga ik even uitspoelen in de wasmachine. En aangezien ik nu even niet bij de... Hoe heet het? Even kijken hoe ik het nou beste kon doen zonder dat ik zelf echt helemaal pontificaal in beeld sta. Een beetje lastig om dat zo te doen, maar volgens mij is het verf goed opgenomen. Ik pak even een schaar en dan kom ik weer terug. Ja, daar ben ik weer. Het is niet zeiknat, het valt allemaal nog mee. Ik gooi dit even op de grond. Ik ga ze natuurlijk wel even allemaal doorknippen. Zie, luister en huiver, of kijk en huiver.
Ik had iets in gedachten en als het nou ongeveer zo wordt, dan ben ik heel blij. Pakt toch vaak toch anders uit dan dat je in gedachten hebt. Maar niet dat dat lelijk is. Uiteraard niet. Ik heb ook een beetje ver van de handen. Ja. So be it. Het is verf, denk ik dan maar. Dat vind ik niet zo erg. En, oh, en uiteraard geeft dat iets af. Nog. Logisch. Ik gooi het allemaal maar gewoon op de grond hier. Want daar heb ik dadelijk wel even op. Maar de draadjes zijn er dan nu uit. En dan gaat hij gewoon in de machine. Ik vind het eigenlijk best wel grappig zo. Dat het iets anders in gedachten. Oeh, dit is niet zo mooi. Maar ja. Brand is erger, zeggen ze dan wel eens. En dat is ook echt zo. En die rommeltjes weghalen hier. Alles weer in de zak. En dan gaat dat zo meteen in de vuilnis. Hoppakee. Nou, ik doe er toch een beetje waspoeier bij in. Dan doe ik er even een kort wasje. Even kijken. Even iets uitzoomen. Nou, dit is mijn wasmachine. Ik heb hem nog niet zo lang. De vorige is ruim 10 jaar meegegaan. Zal ik hem even op een... Ja, het is nu... Hoe laat is het nu? 8:30 in de avond. Ik wil hem toch wel met een half uurtje klaar hebben. Even kijken. Super kort. En dan... ja... Ik hoop eigenlijk wel dat ik hem op 1200 kan zetten, een half uurtje. Ja, perfect. Nou. Ik doe dat even voordat hij echt gaat draaien. Interessant, hè? Om nou naar een draaiende wasmachine te kijken. Ik had dat wel toen ik hem net gekocht had. Ja, het draait hem eerst even. Dan komt dadelijk het water erbij. Nou, ik zal jullie niet vermoeien met het hele wasprogramma. Dat zul je niet vaak in vlog zien, denk ik. Een draaiende wasmachine. Nou, ik kom later weer terug om het resultaat te laten zien. Ja, daar zijn we weer. En hij is afgelopen. Heel mooi. Dan ga ik dus even mijn kleine tripodje neerzetten. Dan gaan we eens even kijken wat er van geworden is. Gelijk even uitzetten. Ergens de water eruit. Nou. Ik ben niet geheel ontevreden, moet ik zeggen. Alhoewel ik hem wel iets... meer wow effect had gehoopt. Maar dit is helemaal prima. Hier ga ik verder niet meer echt aan sleutelen. Ik vind het goed zo. Ik hang hem over het wasrek dadelijk. En dan kan hij drogen. En dan kan ik waarschijnlijk de komende dagen hier verder mee. Nou, ben ik alweer. En op dezelfde dag trouwens als het vorige stukje wat je zag. Maar nu met een oude spijkerbroek. Inmiddels heb ik de zakken er af gehaald. En het label ook trouwens. Een John Boehner, dus van Bonprix. Daar koop ik vaak mijn spijkerbroeken. Maar deze was echt af. En te klein. En ik heb nou van de twee zakken dit gesneden. En waar de zakken op gezeten hebben, was nog mooi van kleur, heb ik ook twee van gesneden. Ik ga allemaal... lapjes snijden van ongeveer 6 bij 6 centimeter. Dus nou ja, dat laat ik zo even zien. Maar ik zet hem even stop, zodat ik hem dadelijk, als ik het volgende gefilmd heb, dat vooruit kan spoelen, zodat het wat sneller gaat. Thank you.
Nou, dit is het zo'n beetje wat ik nu heb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Deze hoort er niet bij. 26, 48, maal 6 bij 6 centimeter. 24 maal 6 bij 6. Nou, ik ben niet zo goed in hoofdrekenen, dat doen we zo meteen wel. Maar de tas moet ongeveer 44 breed worden, zeg maar 45. En denk ik, hoor, zul je vast naar 47, ik weet het niet meer. Goed, maakt ook niet zo heel veel uit. Ik denk dat ik er nog van de andere twee, van het andere been ook nog even hetzelfde aantal ga snijden. En het zijn ongeveer 6 bij 6. Als ik ze naai aan elkaar, dan zal het ongeveer 5 bij 5 gaan worden. Dat vind ik toch wel mooie lengte, zeg maar. Ook makkelijker om dan te bedenken hoeveel je nodig hebt. Ben ik heel goed in mijn neus. En de rest gaan jullie zien, hoop ik. Ik ga even weer verder en dat film ik even niet, want het lijkt mij niet zo bijzonder om te moeten zien. Deze filmpje heb ik natuurlijk al eerder opgenomen, een paar dagen hiervoor. En inmiddels hebben jullie dit wel gezien. Al die mooie vierkante spijkerlapjes van een oude spijkerbroek. Ik heb zelfs het label er nog afgehaald. En van de twee zakken heb ik ook nog twee gemaakt. Heel grappig, hè? En daarnaast heb ik natuurlijk ook, want dat geheime project waar ik al eerder in mijn vlogs over had, mijn vlogmasjes, dat was zo finaal mislukt, hè? Dus ik heb een nieuw stuk stof genomen en ik heb textielverf gekocht en ik wilde het bewust niet al te bont maken. Maar hier ga ik dus ook vierkantjes uitsnijden. En ik denk dat ik dat precies op de rand doe van roze en blauw. Zodat in elk geval alle vakjes nog wel hele kleur krijgen. Ik denk dat er wel hele rare stukken overblijven. Waar ik waarschijnlijk ook niks meer mee kan of mee ga doen. Maar dit is even het idee. Zal ik vertellen wat ik ervan ga maken? Of zal ik jullie nog even... Nee, ik ga het niet vertellen. Het wordt geen projectbuidel, dat kan ik je wel vertellen. Wat het wel gaat worden, dat gaan jullie gewoon in volgende afleveringen zien waarschijnlijk. Want ik wil toch wel wat geheim houden. En natuurlijk hoop ik dat jullie de volgende keer ook weer komen kijken. Want dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Ik heb inmiddels 760, als ik dit opneem, heb ik 760 abonnees. En ik ga natuurlijk voor de 800, het liefst 1000 natuurlijk. Maar ik heb gemerkt dat de afgelopen dagen tijdens vlogmas dat er een aantal abonnees minder zijn. Dan weet ik niet of dat een kuurtje is van YouTube. Of dat gewoon mensen toch minder interessant vinden. Of misschien de lives niet leuk vinden. Ik weet het niet. Maar ik ga voor de 800. En als ik die heb, dan... Want ik heb het hier nog steeds liggen. De laatste giveaway voor mij, die is er niet uitgegaan. De twee mensen die ik daarvoor had... gekozen. Eerst de eerste en daarna daar hoorde ik helemaal niks van. En de tweede ook niet. Dus nu heb ik bedacht, ik laat hem nog mooi ingepakt zitten. En ik ga hem strakjes voor de giveaway doen voor de 800 leden. Dit is garen van Edna. Het garen heb ik gekregen, dus het is gesponsord. En ik gun dat iemand die deze kleuren mooi vindt. Jullie kunnen in... ik vind het zonde om hem helemaal open... Oh nee, ik kan hem wel even openmaken. Dan haal ik ze er wel even uit. Ik had even de strengen losgemaakt. Omdat ze anders niet in het doosje pasten. Maar dit is dus streng 1. Dit is Yerbo Select nummer 6. Swedish Combed Wool.
En 100 gram, 180 meter. En even kijken, naald, nummer, nou dat vind ik niet zo, oh ja hier. 4, ja, zowel haak als breinaald, handwas. En deze mooie zandkleurige, deze twee. Deze wordt mijn nieuwe giveaway voor als ik 800 abonnees heb. Ken jij iemand die mij nog niet kent, die mij nog niet volgt? En het wel waarschijnlijk wel leuk zal vinden om te kijken. Nou, spoor ze aan. De giveaway is voor degene die met 800 leden is deze voor één winnaar. Ook de tas erbij trouwens. Hij is leuk, hè? Nou, dit was het dan even weer voor nu. De eerste in januari. Deze blijft mooi hier liggen voor een winnaar die dit graag wil hebben. Ik ga afsluiten, denk ik. Want ik heb eigenlijk alles wel verteld, geloof ik, wat ik wilde gaan doen. Ja, zoals altijd heb ik hier natuurlijk van alles op staan. En moet ik niks vergeten? Ik vergeet nog één ding. Ik heb hier ook nog een vest of een trui op staan. Want het kan natuurlijk zijn, die designer Lorraine Knits. Of knitwear, Lorraine Knitwear uit Canada. Daar heb ik laatst die hele mooie paarse kabeltrui voor gebreid. En ik weet dat ze met een nieuwe pullover bezig is. En die vind ik zo mooi dat ik zoiets. Ik had al gezegd van, oh, als jij testbreiers nodig hebt, vraag mij. Want ik wil die heel graag breien. Ik heb garen klaar liggen voor een vest of voor een trui. Dus dan komt die er ook in. Maar dat heb ik even tussen haakjes gezet. Dus in die zin zijn dit mijn plannen in elk geval voor dit jaar. Ik ga verder niet meer met knit-alongs meedoen. Behalve dan die sokken. En het haken voor de Fiber Girls. Haken en lianen. Ik ben heel benieuwd wat degene die het voor ons allemaal bedenkt, bedacht heeft voor ons. En, maar voor de rest doe ik niet mee met geen Steven West meer en ook geen andere. Ik wil mij even niet meer, ik doe het zelf, hè? Ik ben er zelf bij, ik weet het. Maar ik merk gewoon dat als ik heel enthousiast ben en heel enthousiast ook ja zeg, dat ik toch het soms gewoon niet volhouden en gewoon dat het een moeten wordt. Nou ja, net wat Linda altijd zegt, er is geen breipolitie. Ik heb voor mezelf besloten, ik ga lekker mijn eigen gang dit jaar. En ik wil niet meer vastzitten aan allerlei kals en mals. Alleen voor wat sokken betreft dan. En voor de Fiber Girls natuurlijk. Maar nu ga ik echt afsluiten. En ik geloof dat ik nu al, hoe lang al? Ik kan het niet zien. Nou, ik kan het niet aan de tijd zien, maar volgens mij best al heel veel. 16 minuten, geloof ik. Ja, nou, dat is meer dan genoeg, want er komt van alles ingeplakt. Het is toch wat, hè? Ik film nou trouwens weer met mijn filmcamera. Ik ga eens kijken of ik dit leuk vind, of ik het goed vind. Ik heb een... dat had ik al gezegd de vorige keer, geloof ik, hè? Dat ik een nieuw programma heb om te bewerken. En dat bevalt me eigenlijk best wel. Nu nog een... ik heb ook een... Ik kreeg heel lief van man lief een nieuwe laptop. Mijn vorige was eigenlijk min of meer overleden. En met dit maken voor jullie moet je toch echt eigenlijk wel een... hoe zeg je dat? Hoe zei die verkoper dat? Hij zei van wat jij nu hebt, je laptop die je nu hebt, is eigenlijk een trabantje, zegt hij. En je kunt ermee op internet, je kunt er foto's bewerken, je kunt er best nog wel veel mee. Maar voor echt films en videowerk maken, moet je echt gewoon een stevige videokaart erin hebben zitten. En nou ja, weet je, dus man lief zei ook al van, nou jij vindt het zo leuk om te doen. En hij houdt ook van kwaliteit. Hij zegt van, nou, dan moeten we dat maar doen. In elk geval eentje waar je goed mee overweg kunt. Want ik ergerde me rot aan dat ik voor een kwartiertje film
echt het exporteren. Dus als je het allemaal geëdit hebt, zeg maar. Als je een mooi filmpje, een mooie totaliteit van gemaakt hebt. En het blijkt dat je ruim 1,5 tot 2 uur bezig bent met alleen het exporteren. Dan kun je dus ook niks met die laptop verder doen. Want dan wordt het alleen maar trager. Nou, dat was zo'n ergernis. En ik hoorde om mij heen ook wel van, nou, als ik dan een filmpje heb van een uur, is die ook met een uur geëxporteerd. En dan kan ik hem heel gauw, kan ik hem vanavond nog op YouTube zetten. Nou, dat was voor mij echt, echt, dat kon gewoon echt niet. Ja, als ik inderdaad een half uur film had, en dan deed hij er een halve dag over om te exporteren. En dan moet je nog op YouTube uploaden en alles wat je eronder wil zetten, nog erin zetten. Dus ik ben heel, heel, heel blij dat ik nu goede apparatuur heb en dat ik daar nu mee verder kan. Nu sluit ik echt af. Ik wens jullie hele fijne 14 dagen, over 14 dagen ongeveer zie je mij weer terug. Of in elk geval, ja, eind van deze maand. Bedankt voor het kijken. Fijn dat je zo lang gebleven bent. En heb je nog vragen? Wil je nog dingen weten? Zet het hieronder. Ik ben met alle reacties ben ik blij. En tot de volgende weer. Doei doei!